Het is vrijdag 15 oktober en dit is TV Gelderland Nieuws. Drukte rond Gelredome in Arnhem. Dit weekend is Sting de hoofdartiest van Symfonica in Rosso. Het concept Symfonica dat spreekt ons gewoon ontzettend aan en dan Sting erbij. Ik vind, denk dat het een hele goede combinatie is. Het oprollen van hennepkwekerijen krijgt steeds meer prioriteit bij de politie. En ook vandaag was er weer een veegdag. Nog geen jaar na de invoering van het gescheiden ophalen van plastic staat het project alweer op losse schroeven. En wie gaat dat betalen? We hebben dus nu weer een voorbeeld van een nieuw kwartje van kok eigenlijk. Nou, dames en heren, goedenavond. Vanavond staat hij in Gelredome in Arnhem. Sting, de voormalige zanger van de Police, vult het stadion met de vijfde symfonica in Rosso. En vroeg op de dag melden de eerste fans zich al. De die-hard fans zitten hier al vanaf 11 uur vanochtend. Opvallend is dat de een voor symfonica in Rosso komt en de ander voor Sting. We gaan eigenlijk sinds Paul de Leeuw elk jaar naar Symfonica. En het concept Symfonica dat spreekt ons gewoon ontzettend aan. En dan Sting erbij. Ik vind, denk dat het een hele goede combinatie is. Nou, niet iets bijzonders omdat het Symfonica is. Maar meer, het is toch wel Sting. En misschien is de entourage leuk omdat alles rood is. Maar niet, nee, het is toch wel Sting. En terwijl het nog het nodige opgebouwd moet worden rondom Gelderdome, komen ook de artiesten binnen. En dit is Kite Man. De trompetist treedt vanavond met Sting op. Gisteren oefende hij voor het eerst met hem. Ja, vet. Het is sowieso, hij heeft een heel erg tof orkest meegenomen. Ja, het zijn allemaal gewoon super goede muzikanten. En hij zelf die, kan het gewoon echt goed leiden, het hele gebeuren. Dus dat, ja, dat is gewoon te gek. En langzaam maar zeker druppelen er meer en meer fans binnen. Uit het hele land komen ze naar Gelderdome. Opvallend is, het is wel een wat ouder publiek. Irene Geerts, 50 plus en ik kom uit Baarn. Anneke Geerts en ik kom ook uit Baarn en ik ben ook 50 plus. Zico en Tineke en we komen uit Oude Haske. Friesland. Friesland. Nou. Wij zijn Agnes en Rob Bezemer. Wij komen zelfs uit Groningen, ja. Uit het plaatsje Leek. Helemaal uit het noorden. Ik ben Danielle de Ligny en ik ben 48 en ik kom uit Heemstede, ligt bij Haarlem. Rob uit Stuit, ik ben 48 en kom uit Heemstede. Heet hij van Stralen en ik kom uit Sassenheim. Ik ben Mary Andringa en ik kom ook uit Sassenheim. Leeftijd? 50 plus. Ja, inderdaad. Nog een paar uur en dan is het zover. Ja, en bij Stadion Gelredome in Arnhem staat verslaggever Jacques Verhagen. Jacques, hoe is de sfeer daar? Nou, heel gezellig. Dat kon je net ook al zien in het item. Het is ook een wat ouder publiek, dus de stemming is eigenlijk heel bedaard. En langzaam maar zeker druppelt iedereen hier naar binnen. En ik hoorde net van de stewards, die zijn ook wel heel blij met dit soort concertmensen. Want 2 weken geleden trad hier Guns N' Roses op. Maar toen waren hier allemaal vechtpartijen buiten, auto's werden geslopt. Dus ook die stewards en alle mensen die hier buiten werken, die hadden zoiets van, hey, even een keer een lekker rustig publiek. Om 8 uur begint het concert, dus over een kleine 2 uur. En hij treedt op ook met een paar Nederlanders. Carlo Kraaienhof, de bande in neon speler. De trompetist, we zagen hem net al. Kite Man, zijn zoon. En ook het London Philharmonic Concert Orchestra. 45 man. Zij treden op vanavond met Sting. Nou, je ziet al heel veel mensen hier. De eerste mensen mogen ook al naar binnen. Voor vanavond is het uitverkocht. 32.000 mensen. Vanmorgen nog niet. Er zijn vanmorgen ruim 31.000 kaarten verkocht. Dus mensen die morgen nog willen, het laatste concert van Sting hier, die hebben dus nog kans op een kaartje. Jacques Verhagen, dankjewel. Ja, dat was Jacques Verhagen in de gezelligheid bij het Gelredome. Maar rond het Gelredome is het de komende uren misschien wat minder gezellig. Want Frank Wielaert op het Nijmeegse plein, vlakbij het Gelredome. Ja, daar wordt de komende uren nogal wat verkeersellende verwacht, hè? Nou, ik denk dat het verkeer op dit moment in ieder geval redelijk meegaat in de sfeer rondom het stadion. Het valt allemaal nog wel mee met alle drukte op dit moment. Op deze plek moet ik erbij zeggen, want het is natuurlijk wel het begin van de herfstvakantie. Er zijn nog steeds werkzaamheden op de A50, dus in de aanloop richting het Gelredome zullen er ongetwijfeld problemen zijn. Maar hier op dit moment valt het wel mee. Ik denk dat de grote drukte uiteindelijk morgen verwacht moet worden. Want de mensen die vandaag nog met de trein kunnen komen, dat gaat morgen niet meer. Vanaf Ede-Wageningen, Nijmegen en Zutphen moeten de mensen dan, als ze al met de trein komen, met pendelbussen richting Arnhem Centraal. En vanaf daar gaan ze dan weer met bussen richting Gelredome. Maar de NS zegt,
Als ik u was, zou ik allemaal met de auto komen. Dus dan zou het wel eens wel druk kunnen worden. Het tweede concert dus van Sting hier in Gelredome. Vandaag, op dit moment, zeg ik er nadrukkelijk bij, valt het met de drukte rond het stadion wel mee. Goed, Frank Wielaert op het Nijmeegse plein bij het Gelredome. Dank je wel. En tot zover onze berichtgeving over het concert dat Sting vanavond in het Gelredome geeft. Een 20-jarige man uit Westervoort die dinsdag werd opgepakt heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewelddadige overval op een 89-jarige vrouw in Duiven, september vorig jaar. De man werd in zijn huis aangehouden. De 89-jarige vrouw werd in haar woning aan de Parallelweg in coma geslagen. Ze is in maart dit jaar overleden. De politie gaat door met het onderzoek. Een 22-jarige man uit Ede is vandaag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Voor een moord en een poging tot moord. Het Openbaar Ministerie had levenslang tegen hem geëist. De man stak in februari van dit jaar in Heerlen zonder aanleiding een 53-jarige Eindhovenaar dood. Later die dag sloeg hij op het Centraal Station in Utrecht, ook zonder reden, een 46-jarige man uit Amsterdam met een hamer op het hoofd. Volgens gedragsdeskundigen is de Edenaar ernstig gestoord en is de kans op herhaling groot. Ten tijde van de moord was de man door een fout zonder medicijnen vrijgelaten uit de gevangenis in Vught. 10 dagen later pleegde hij de moord. Het is voor gemeenten sinds begin dit jaar verplicht om plastic gescheiden in te zamelen. Maar de vraag is of dat nog lang duurt. Het nieuwe kabinet wil het geld dat er nu nog voor wordt uitgetrokken vanaf 2012 ergens anders voor gaan gebruiken. En daardoor is de kans groot dat huishoudens straks dubbel voor de verwerking van plastic gaan betalen. En dan gaat ons plastic afval. Onder meer hier in Vaassen wordt het plastic netjes gescheiden van ander afval. 5 ton zamelen ze op een dag in. Dat zijn aardig wat zakken hier. Ja, eigenlijk te veel. Wordt het goed gescheiden hier, het afval? Ja, dat weet ik zo niet. U neemt geen kijkje in de zak? Nee, zeker niet. Gemeenten zijn verplicht plastic afval apart in te zamelen, want dat is onder meer goed voor het milieu. Mensen zijn enthousiast, merkt het vuilnisophaalbedrijf. Het is een maatregel die genomen is voor de huishoudelijke verpakkingen. Gemiddeld halen we 30 kilo per aansluiting op. Maar dat gescheiden inzamelen kan wel eens flink duurder worden. In Nederland zit het als volgt. We betalen in totaal 350 miljoen euro aan verpakkingsbelasting. Daarvan verdwijnt 235 miljoen naar de algemene middelen, zeg maar de schatkist. De andere 115 miljoen is bedoeld voor gemeenten om het afval te verwerken. Maar nu wil het kabinet die 115 miljoen ook in de schatkist storten. Dat betekent dus dat wij opnieuw u moeten belasten voor het inzamelen van het afval waar u al betaald heeft. Dus uiteindelijk, als dat zo doorgaat, dan betaalt u 2 keer voor hetzelfde afval. En wij denken dat dat niet de goede manier is om burgers te motiveren een afval te scheiden. En ja, dat betekent dus dat u 2 keer gaat betalen voor de verwerking van het plastic afval. Nou, daar heb ik wel voor over, ja. Ja, dat vind ik nog wel een goed idee, ja. Nee, ik vind het wel belangrijk, maar zo belangrijk ook weer niet. We hebben dus nu weer een voorbeeld van een nieuw kwartje van kok eigenlijk. En dat zit de VNG niet lekker. Binnenkort wordt de kwestie daarom aangekaart bij de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu. Hippe klompen moeten het traditionele houten schoeisel weer op de kaart zetten. Straks meer. Zo'n 600 militairen hebben op de Oranjekazerne in Schaarsbergen een gevechtsinsigne ontvangen. De militairen zijn uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan. Ze krijgen de insigne omdat ze onder vuur hebben gelegen. 3 jonge katjes zijn in een kledingcontainer in Nijmegen gedumpt. Dat is vorige week al gebeurd, maar de dierenambulance maakte het nu pas bekend. De dieren konden worden gered nadat voorbijgangers op de voerweg ze hoorden miauwen. 2 kittens hebben het overleefd. ProRail en de gemeente Arnhem zoeken een aannemer die het tweede deel van het Arnhemse station wil bouwen. Dat mag 41 miljoen euro kosten. Het station kost dan in totaal 70 miljoen euro. De nieuwbouw van het station duurt veel langer dan gepland, tot ergernis van veel reizigers. Een 24-jarige Arnhemmer die besmet is met HIV is veroordeeld voor mishandeling. Hij beet in maart vorig jaar een beveiliger in het been toen hij werd aangehouden voor een winkeldiefstal. Hij probeerde een pakje kunstnagels en een flesje nagellijm te stelen. De man moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren.
Didam krijgt een extra fiets- en autotunnel onder het spoor. Dat heeft voormalig minister Eurlings van Verkeer toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer. De tunnel is een belangrijk onderdeel van de randweg die het centrum moet ontlasten van autoverkeer. De tunnel kost tussen de 11 en 28 miljoen euro. Een voetganger van 39 uit Ede is afgelopen nacht om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Volgens een getuige stak de man de N224 over ter hoogte van restaurant Planken Wambuis. Een automobilist uit Renkum kon hem niet meer ontwijken. De man overleed in het ziekenhuis. Kunstenaar Kees Verkade was vanmiddag aanwezig bij de onthulling van de nieuwe versie van het kunstwerk In Balans. Het bronzen kunstwerk werd 2 jaar geleden gestolen. Een groep Harderwijkers maakte zich sterk voor een nieuw kunstwerk. Een Tielenaar van 36 is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het bezit van wapens en explosieven. In een ton onder zijn loods had hij onder meer een Kalasjnikov, 3 kilo springstof en een handgranaat verstopt. In zijn kantoor lag ook nog een riot gun. De man ontkende dat de wapens van hem waren, maar zijn DNA zat erop. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Opgravingen in Geldermalsen hebben onverwachte crematiegraven uit de ijzertijd opgeleverd. Archeologen wisten al dat op de plek waar nieuwe huizen moeten komen sporen uit de oudheid zitten. Maar deze vondsten die kwamen als een complete verrassing. Op deze plek moeten zo'n 1500 nieuwe woningen komen. Maar voor het zover is, zoeken archeologen verwoed naar sporen uit het verleden. Als ze gaan graven, gaat het dan bij jullie archeologen altijd een beetje kriebelen? Maar natuurlijk, je weet dat hier iets zal moeten gaan zitten. Dus je bent altijd benieuwd wat er tevoorschijn komt. Uit vooronderzoek bleek al dat er sporen moeten zijn uit onder andere de 11e en 12e eeuw en de middeleeuwen. Maar de bodem gaf nog meer geheime prijs. We waren verrast door wat we hier hebben aangetroffen uiteindelijk bij de grote werkputten. Want er is dus een crematiegrafveld uit de ijzertijd tevoorschijn gekomen, wat eigenlijk tussen de middeleeuwse sporen in ligt. Voor de leek zijn het misschien een paar scherven, maar met een beetje uitleg kun je hier de botresten in ontdekken die zijn overgebleven na een crematie. Het idee is dat men in die tijd de verbrande resten samenpakte in een klein pakketje met een doek of een lap eromheen en dat daarna zo in de grond stopt. Dus wat wij overhouden nu is gewoon een klein bolletje, een nestje van crematieresten. Dit zijn wel de mooie vondsten. Ja, dit zijn de krenten uit de pap. De kunst is natuurlijk om die krenten uit de pap niet te vernietigen tijdens het afgraven van de grond. Niet bang dat u wat verpulvert? Nee, we gaan ongeveer 1 centimeter per keer naar beneden. Dus daar hebben we dan geen last van. De vondst die het meest tot de verbeelding spreekt is dit menselijk skelet dat nog bijna intact is. Het is vrij klein, 1,60 ongeveer, dus het zou wellicht een jong individu kunnen zijn. We missen de schedel. We hebben een klein stukje van de kaakaanhechting hierachter. En we missen het rechterbeen en het rechteronderarm. En die ligt hier in de nederzetting. Het is een puzzel, hè, dat archeologische werk? Het is 1 grote puzzel. Het begint al bij de eerste schep in de grond en het eindigt pas op het moment dat je je rapportje afschrijft. De archeologen moeten wel snel zijn met puzzelen, want eind dit jaar begint het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwbouw. Steeds vaker worden hennepkwekerijen opgerold door tips bij meldmisdaad anoniem. Dat zegt de politie. Het gaat dan om tipgevers die stankoverlast hebben of waarvan stroom wordt afgetapt. In totaal zijn er dit jaar in de regio Noord- en Oost-Gelderland 45.000 hennepplanten aangetroffen. En ook vandaag was het weer raak. Na een anonieme tip gaan politie Noord- en Oost-Gelderland, de brandweer en Liander polshoogte nemen bij een loods in het buitengebied van Putten. En na het openbreken van nog eens 2 deuren wordt de kweek van honderden planten ontdekt. Het gros van de planten bij ons in de regio varieert tussen de, nou dan denk ik, zo'n 100 tot 400 planten. Dus dit is een leuke vangst. In Noord- en Oost-Gelderland rolt de politie steeds meer hennepkwekerijen op. In 2008 waren het er 93. Vorig jaar 122 en dit jaar staat de teller al op 137. In totaal zijn er dit jaar 45.000 hennepplanten aangetroffen. Het oprollen van kwekerijen is een speerpunt van de politie, omdat er vaak meer strafbare feiten worden gepleegd dan alleen het kweken van planten. En dat kan variëren van overlast tot echt grof geweld of witwassen.
In de loods in Putten wordt een afvoerpijp ontdekt die in verbinding staat met de loods ernaast. Oh, hier, ja. Houdt gewoon op. Dus de lucht wordt hierin geblazen, maar je ruikt hier ook heel weinig. Dus we hebben goede filters ertussen. Ja, absoluut. Helaas staan er alleen spullen en geen planten. Toch is de actie geslaagd, want na het tellen van de planten uit de andere loods blijkt de omvang van de teelt aanzienlijk. We hebben hier achter ons een plantage aangetroffen van ongeveer 750 planten. En de waarde zou zijn geweest, als de verdachte had kunnen oogsten, wat dus nu niet meer kan, want de planten worden vernietigd, dan zou die waarde ongeveer 50.000 euro bedragen. Het moet de redding worden voor de klomp in het algemeen en ook voor de klompenfabriek in Beltrum. Een nieuw ontwerp. Het imago is een beetje suf geworden, maar het houten schoeisel moet weer hot worden bij een nieuwe generatie. Hier denkt iedereen aan als je het over klompen hebt. Maar die worden bijna niet meer verkocht. Het gaat slecht met de ouderwetse houten klomp. En dus ook met de grootste klompenfabriek ter wereld in Beltrum. De verkoop is meer dan de helft minder geworden. En dus werd al een groot deel van het personeel ontslagen. Heel veel van de oude boertjes die vroeger op klompen liepen, die sterven uit. Hè? En jonge boeren gaan niet meer op klompen lopen. Om reden van, ja, ik weet het niet. Maar we hebben er wel mee te maken. Maar redding is nabij. Frederik de Vette, student aan de Universiteit van Twente, kreeg de opdracht om een hippe klomp te ontwerpen. Wat vind je ervan? Nou, mooier als een normale klomp. Zou je hem eens aan willen passen? Dat is niet chill. Het is gewoon lamp. Vind je? Ja. Nou, ze zijn jou iets te groot natuurlijk. Ik heb liever mijn schoenen aan. Dit lijkt best wel veel op een gymschoen, denk ik. En het idee was dat het draagbaarder is. Dus ik denk dat het dan sowieso al wel een beetje meer op een gewone schoen gaat lijken. En het belangrijkste bezwaar tegen de klomp, een pijnlijke wreef, dat heeft de jonge ontwerpster weggenomen. Deze rand zat normaal gesproken zo omhoog. Dus die is er nu helemaal af. En om te voorkomen dat je alsnog met je voeten hier tegenaan gaat, zit er dus zeg maar een schoen. Dus je enkel zit er goed vast in, zodat je niet continu er tegenaan stapt, zeg maar. Ja, vind ik echt super mooi. Ja, ik zou hem zelf niet aantrekken, denk ik. Ja, ik ben niet zo van klompen, maar... Mm-hmm. Maar heel leuk, ja. Apart. De klompenfabriek in Beltrum neemt de klomp in productie. Als het goed is, ligt de opgepimpte klomp in het voorjaar in de winkel. En dan nog het weer met Margot Ribberink. Margot, op verschillende plaatsen in de provincie valt er al regen. Wordt het dit weekend wat beter? Ja, na regen komt zonneschijn en dat gaat ook voor het komend weekend op. Het wordt best een aardig najaarsweekend. Morgen misschien nog een enkel buitje, maar zeker niet zoveel zoals vanmiddag en vanavond. En zondag is het helemaal zonnig, maar het wordt wel koud. Het gaat 2 nachten vriezen. Vanmiddag dus regen, en dus ook vanavond. Daarna een noordoostelijke wind. Niet alleen droge lucht, maar koude lucht. En dat heeft ook grote gevolgen voor de blaadjes aan de bomen. Want door de kou, door vorst, krijg je niet alleen snelle verkleuringen, maar gaan die blaadjes ook een beetje los zitten. En als volgende week dinsdag, woensdag het weer omslaat, het wordt echt behoorlijk onstuimig en we krijgen een beetje wind, dan is het heel snel gedaan met de blaadjes aan de bomen in Gelderland. Vandaag hadden we dus te maken met bewolking. En in de loop van de middag en avond kwam er ook behoorlijk wat regen naar beneden. Het had allemaal met een storing te maken. En ook vanavond is het bewolkt en valt het af en toe met bakken uit de lucht in Gelderland. Maar vannacht zal die regen uiteindelijk naar het zuidoosten gaan wegtrekken. Daarna volgen opklaringen. En in de vochtige lucht achter de regen kan heel gemakkelijk nevel of mist ontstaan. Bij temperaturen die gaan dalen naar zo'n 3 tot 4 graden. Kouder wordt het komende nacht nog niet. Het gaat komende nacht dus ook nog niet vriezen. Nou, morgen overdag even een mengelmoesje van opklaringen. In de loop van de ochtend even wat dikkere wolken, met misschien toch op een enkele plaats even een buitje. Maar zeker niet zoveel zoals vanmiddag en vanavond. En in de loop van de middag en avond klaart het vanuit het noordoosten steeds meer op. En uiteindelijk eindigen we helemaal helder. Maar het is morgen wel een beetje fris. Door de aanvoer van koude lucht, temperaturen niet hoger dan 10 tot 11 graden. 13 is normaal voor deze tijd van het jaar. En na morgen wordt het dus fris, vooral in de nachten. We krijgen 2 nachten met een graadje vorst. Zondag een prachtige dag met alleen maar zonneschijn. Maandag is ook nog een hele aardige dag. En daarna krijgen we toch echt die overgang naar wisselvallig en onstuimig herfstweer, waarbij de nachten weer wat minder koud worden, maar we overdag behoorlijk wat buien te verwerken gaan krijgen.
Stel, je hebt een paard en je wilt op vakantie, maar alleen met je paard. In de Achterhoek hebben ze daar wat op gevonden. U ziet het morgen in TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond. Er gebeuren jaarlijks veel ongelukken op.